Heel beroemde Nederlandse band Within Temptation. Die brak 20 jaar geleden door met dit nummer, Ice Queen. Ja, inmiddels zijn ze met bijna 4 miljoen verkochte albums en dvd's de meest succesvolle Nederlandse band in het buitenland. En ze moesten hun tour noodgedwongen verplaatsen, maar ze brachten wel hun nieuwe single uit, Entertain You. En we hebben contact met Sharon. Sharon, goed je te zien. Ja, jullie tour moest nog worden verzet. Ja. Ik kan me voorstellen dat het voor jou een heel gek seizoen is en ook gek om nu thuis te zitten. Hoe gaat dat? Je probeert jezelf bezig te houden met een normale routine natuurlijk. En ik heb wat dingetjes gedaan, zoals een playlist maken voor onze fans, dat ze een workout kunnen doen. Ja. En dan blijf je natuurlijk ook mentaal wat sterker door. Dus dat soort dingetjes allemaal. En appelflappen maken. Ja, precies. Dingen die, dingen die ik leuk vind om te doen. En dan in combinatie met muziek op de achtergrond, dat weet je toch bij jezelf blijft, weet je wel. Dus gewoon dingen voor vermaak voor onze fans eigenlijk. Ja, heel goed. Nou, we zagen net natuurlijk het nummer waarmee jullie echt doorbraken. Laten we dan nu ook maar gaan kijken naar jullie laatste single. Die is nog niet te zien geweest, dus we hebben een primeur, Entertain You. Laten we gaan kijken naar een stuk van de videoclip. Nou, dat klinkt hartstikke lekker, Sharon. En het is ook een nummer met een duidelijke boodschap, toch? Ja, absoluut. Nou, ik denk dat ik het beste kan verwoorden. Zou ik met één woord moeten zeggen, gaat over eigenlijk respect of geen respect voor bepaalde groepen in onze samenleving. Maar ook, bijvoorbeeld, het was anderhalf week geleden, is een jongen overleden, die heet Said. En die door vaak in elkaar geslagen te zijn, heeft hij uiteindelijk epilepsie gekregen. En daar is hij uiteindelijk waarschijnlijk aan overleden. En het feit dat hij was homo. Maar hij is zo vaak belaagd door mensen dat hij die epilepsie daaraan overgehouden heeft. En dat soort verhalen, daar kan ik de hele dag van slag van zijn. Weet je? Dus als ik dat soort dingen lees in de over onze maatschappij, hoe wij met bepaalde mensen omgaan, dan word ik gewoon heel erg. Ja, daar gaat mijn adrenaline van kolken en koken. Dan moet ik een plekje geven door een liedje over te schrijven. En dat heb ik met dit nummer dan geprobeerd te doen om bepaalde groepen die altijd mikpunt zijn van disrespect eigenlijk. Daar wil ik een bespreekbaar maken. Het is iets natuurlijk wat al jarenlang bestaat, het probleem. Maar het blijft ook constant en het zal in de toekomst ook blijven bestaan. En hopelijk met educatie op school, dat we daar misschien wat aan kunnen doen. Dat zou mooi zijn. Maar het is meer zo van dat ik doe het op mijn manier en dat is door muziek te maken. Ja, we moeten het blijven benoemen. Ik kan me dan voorstellen dat deze hele periode, want jullie zijn bezig met een nieuw album, dat het ook weer invloed heeft op je maakproces, of niet? Op dit moment, we zijn heel erg gefocust geweest eigenlijk op dit liedje uit te brengen. En dat heeft nog best wel tijd en wat voeten in aarde gehad. Dus op dit moment zijn we voornamelijk alleen daarmee bezig. Maar hierna gaan we het ongetwijfeld ook over dat soort dingen misschien wel hebben. Ik weet het niet. We gaan daarna weer schrijven. En afhankelijk van wat voor gemoedstoestand je hebt en wat voor inspiratie, zullen daar de thema's ook weer bij komen. En misschien ook wel daarover. Maar ik moet zeggen dat ik het alweer een beetje zat ben. Het hele corona gebeuren en alle onderwerpen die daarmee samenhangen eigenlijk. Ja, precies. Dus er komt in ieder geval geen nummer over. Maar ik kan me voorstellen. Nee, dat zijn het niet. Nee. Maar jullie hebben nu je wereldtour verplaatst. Hè? Dan zijn jullie natuurlijk een band die voor grote stadions optreden. Toch iets wat je nog niet erg snel ziet gebeuren, zou ik denken. Hoe kijk jij naar de toekomst? Met wat voor gevoel? Ja, ik vind het best moeilijk, want wat ik begrepen heb is gewoon, zolang er geen medicijn of vaccin is, wordt er gewoon niet toegestaan dat je met een groep groter dan 100 mensen bij elkaar mag zijn. Dus dat kan echt nog wel een tijd gaan duren. En wij hopen gewoon dat zo snel mogelijk dit allemaal gaat, dat toch een oplossing voor komt. Ja. Maar tot nu toe is het er gewoon nog niet en het gaat gewoon een tijd duren. En voor de toekomst, ik weet het gewoon niet. Het is gewoon echt afwachten wat de nieuwe werkelijkheid gaat zijn, ook voor shows en wat... We gaan het zien. Met betrekking tot onze branche. Maar we gaan nu in ieder geval gewoon genieten van die nieuwe single. Sharon, dankjewel en heel veel succes. Ja.